Op 5 mei wordt traditioneel het bevrijdingsfeest gevierd. Na de verschillende herdenkingen van de avond ervoor is het nu tijd voor feest. Zo ook in Pijnakker. In en rond de gemeente werden verschillende fiets- en skileroutes uitgezet. Met het Raadsplein als startlocatie. Heren, we zijn alweer op bevrijdingsdag op het Raadhuisplein in Pijnakker. Wat betekent vrede voor u? Vrede voor mij betekent denk ik de vrijheid hebben met elkaar over allerlei onderwerpen kunnen hebben zonder dat er agressie bij komt kijken. En heel belangrijk dat je gewoon samenleeft met elkaar en gewoon een gevoel hebt van er is rust, er is vrede. Je hoeft je geen zorgen te maken om je leven, op wat voor aspect dan ook. Volgt u het nieuws ook wat betreft wat er in Oekraïne gebeurt? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik weet niet of het uiteraard is, maar voor mij is het uiteraard ook het volg, ja. Ik heb een heel klein stukje van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, maar een heel klein stukje hoor. En dat was het einde, dus de bevrijding. Maar dat heeft op bepaalde punten een behoorlijk impact gehad. Ja, ja, ja. Voor jezelf, hoe oud was die toen? Toen was ik 6. Toen in mei 1945, ja, toen was ik 6. Dus je hebt het wel echt meegemaakt? Ja, meegemaakt is een groot woord. Er zijn twee dingen die zitten in mijn geheugen gerift. Ik bedoel, al word ik straks, ik hoop het niet, dement, maar dan weet ik zeker van dat er twee dingen naar boven komen. En dat is naar de gaarkeuken gaan in Delft. Ik kwam uit Delft, En de andere, dat is, als jongetje van 6 heb ik toen gelachen. Achteraf denk je van hoe heb ik het voor elkaar gekregen. Maar ik heb in Delft bij het legermuseum, wat nu geen legermuseum meer is, heb ik de dames van de NSB kaal zien scheren en een rode streep over het hoofd. Ik zie me nog zitten met mijn vriendje van school op de kade en ik weet niet of ik gelachen heb, dat weet ik eerlijk gezegd, maar ik denk dat ik het heel spannend vond. Maar achteraf ga je pas beseffen wat verschrikkelijk dat is geweest, wat er is gebeurd. Dus u kunt het als geen ander, kunt u het waarderen dat we nu hier in vrijheid staan? Absoluut, het is onvergelijkbaar van wat er toen is geweest en het is mooi, maar ik sluit me aan bij de woorden van mijn buurman. Het is zo mooi van dat we dat allemaal kunnen doen hier, ook dit weer. En dat je dus vrijheid kunt praten. Het wordt soms beweerd in Nederland door sommige mensen van dat je dus niks meer mag zeggen van wat je wil, maar je kan gewoon zeggen wat je wil. Het is wel duidelijk wat jullie gaan doen, geloof ik. We gaan lekker skileren. Althans, dat zijn we van plan. Doen jullie dat vaker? Ja, zeker. Lekker met z'n drietjes. Heerlijk. Okay. En jullie gaan de tocht volgen? Het is de bedoeling, ja. Ik zie alleen nog geen andere skilerers. Hoe zeg je dat? Mensen die gaan skileren. Ik zie vooral fietsen, maar het is wel de bedoeling dat wij gaan volgen. Ja. Ga jij ook skileren? Ja. Ben je daar goed in? Ja. Meen je dat zeker? Ja? Heel ja. Hoe vaak doe je dat, skileren? Heel vaak. Nou, iedere week wel een rondje eigenlijk. Ik vind dat wel leuk. En zij, wanneer ze wil, ze trekt ze aan en ze gaat de wijken lekker skileren. En met z'n drieën vinden we ook wel lekker gewoon af en toe een rondje maken. Nou, dit is natuurlijk in het kader van de bevrijdingsdag. Wat betekent vrijheid voor jullie? Nou, in principe alles denk ik. Ja, hoe we kunnen leven, wat we mogen doen, wat we kunnen doen. Ja, daar sta je toch niet vaak genoeg bij stil. Maar zeker op dit moment, zeker gisteren weer en zeker met wat er nu in Oekraïne gebeurt, sta je er veel vaker bij stil. En zeker ook met die kleine meid die eigenlijk alles kan bieden de hele dag door en altijd. Ja, dat is iets heel bijzonders. En dat is iets wat we wel echt onwijs koesteren. Dus vrijheid is dat we kunnen doen wat we willen eigenlijk. Hoe denk jij daarover? Ja, dat je kan gaan en staan waar je zelf wil. Dat je je eigen keuzes kan maken. Dat vind ik ook heel belangrijk. En wat je ook zegt, met de oorlog in Oekraïne, dat grijpt ons natuurlijk ook allemaal aan. En ook zelfs de kinderen, die krijgen het ook mee op school. En die zijn ook angstig. Die zijn ook bang dat er hier misschien iets gaat komen. En we hopen natuurlijk dat allemaal goed gaat komen, net als iedereen. Kinderen vragen veel, hè? Dus dan moet je ook veel uitleggen. Absoluut. En ze zien ook veel op televisie. En ze horen wat van vriendjes en vriendinnetjes en op school. En je moet daar wel inderdaad goed uitleg over kunnen geven. Nu even de zinnen verzetten en skielen, hè? Zo is het. Even gezellige middag. Lekker met gezin. Heerlijk. We staan hier bij de start van de bevrijdingsdag fiets- en skielertocht. Dat is een traditie. Klopt. Het wordt al vele jaren georganiseerd. Samenwerking met de Tourclub Pijnakker. Dus dat is leuk. En wat houdt de organisatie in, zeg maar? De toertocht zelf, dus de route, die is uitgezet door de tourclub. En de organisatie houdt behalve hier het startpunt uiteraard ook het stempelpunt in. Bij volgens mij dit jaar station Berkel. En ja, weer de terugkomst en de uitgifte van de medailles.
Wat verwacht je van deze tocht? Is het meestal druk? Het loopt hier nu redelijk vol met deelnemers. Wat verwacht je van de deelname, aantal deelnemers? Nou, we hopen op rond de 200 deelnemers. Dat zou heel gezellig zijn. Dan moet het hier nog aardig vol gaan lopen. Ja, maar niet iedereen begint direct om 1 uur. Dus de starttijd is tussen 1 en 2. Dus ja, druppelsgewijs. De fanatiekelijke die zijn er al zo te zien. Maar om 1:30 komen er ook nog steeds mensen die vertrekken. Dus. Hoe vanzelfsprekend is voor u dat u hier in vrijheid kan staan? Nou, niet zo vanzelfsprekend. In zoverre dat ik me besef hoe ingewikkeld het kan zijn om je vrijheid te kunnen nemen en doen waar je zin in hebt. Dat is nogal iets. Dat zie je nu ook met Oekraïne, maar ik weet het ook van mijn eigen opa die moest onderduiken en allemaal dingen. Dus voor mij is het niet zo vanzelfsprekend. Gaan uw gedachten dan ook uit naar u zegt van uw opa en oma. Wat zijn daar de gedachten bij? Nou, dat ze toch wel heel erg hun beste moeten doen om dit te overleven in de oorlogstijd. Kinderen groot groeien, ons wat meegeven, normen en waarden. Dat zie je toch. Ja, dat probeer je zelf ook bij je eigen kinderen weer door te geven. En u geeft ook door wat vrijheid betekent en wat een dodenherdenking en wat een bevrijdingsdag betekent? Ja, heel sterk. Dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Mijn zoon van 26 woont nog thuis studerende student. Maar die, daar praten we dan wel even over. Hè. Dit komt op tv, en we staan even bij stil, we praten erover. En dat is toch wel iets, dat moet je door blijven geven. Altijd bij stil blijven staan. Ja. U volgt het nieuws, wat er allemaal gebeurt in Oekraïne? Ja, heel sterk. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, heel verdrietig. We zeiden ook gisteravond hoor je dat op tv natuurlijk met de speech van de burgemeester van Amsterdam. Van, we zouden dat nooit meer laten gebeuren en het gebeurt toch. En dan denk ik, hoe kwetsbaar zijn we en wat kunnen we eigenlijk? Hoe kan je dat eigenlijk voorkomen? Ja. Het moet eigenlijk een soort wake-up call zijn voor eigenlijk iedereen in Europa. Hè? Ja, dat denk ik wel. Maar je ziet hoe moeilijk het is om er echt gericht iets tegen te doen. Want wat voor consequenties heeft het van wat je elke stap die je neemt? Dat is best lastig. Ja. En dan waardeert u de vrijheid dat we hier leven des te meer, denk ik. Nou, zeker als je hier kijkt nu van, ik kom hier nu even bij de voetdruk kijken van Walter, die ik heel goed ken. Maar dat je eigen dromen mag najagen, hier mag doen waar je zin in hebt eigenlijk. Hè, zonder een ander te beledigen of pijn te doen, dat is nooit de bedoeling. Maar dat je eigenlijk altijd je droom alles kan doen. Je kan alles worden wat je wil. Nou, dat is echt een groot goed eigenlijk. U bent een fanatiek fietser? Redelijk wel, ja. Nou ja. Bij gelegenheden eigenlijk. We fietsen heel vaak samen. En vooral met die tochten. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dan kom je toch altijd weer op plekken waar je zegt, hey, verrek, dat is weer nieuw. Dus ja. En is het ook nieuw dat u gaat fietsen op bevrijdingsdag? Nee, dat doen we al jaren. Dat is traditie. Dus vandaar ook, dat houden we in de gaten. En, ja, het is nou lang geleden natuurlijk. En we doen ook altijd die poldertocht mee op Pinksterdag van Olivio en zo. Dus nee, dat is altijd wel heel erg leuk. En als ik u mag vragen naar wat vrijheid voor u zelf betekent? Ja, ik ben wel van na de oorlog. Maar vrijheid betekent alles. En vooral wat je nu dus, wat je in Oekraïne ziet. Dan mag je alleen maar je handjes samenknijpen. Dat je dus hier vrijheid hebt en rust. Dus moeten we zo houden.